Bewoners van het inheems dorp Donderskamp hebben kennis opgedaan om voedselzekerheid te garanderen. De training Agro Forestry Training is een week lang verzorgd door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS. De training was een samenwerking tussen CELOS en de vereniging Inheemse Dorpen in Suriname, FITS. Anwar Heldstone, wetenschappelijk medewerker Agroforestry bij CELOS, zag dat de training zeer divers was. De participanten hebben geleerd wat agroforestry is en hoe zij dat kunnen toepassen in hun dorp. Agroforestry of boslandbouw betreft landgebruikssystemen waarbij het planten en actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. Daarnaast was de training ook gefocust op niet-traditionele technieken van planten. Hun systeem is traditie. Sami leren de bigiwan dat met pas toe. En wij proberen technieken toe te passen. Voor gewassen die zij ook daar telen. Bijvoorbeeld de kassaaf hebben ze geleerd om mini-stekjes te maken. Gember op een andere manier plantmateriaal te maken. Banaan is ook een van die gewassen. Om een bananenpropagator technieken. Daar hebben we ook zoete patat. Plantvermeerderingstechnieken toegepast. Naast die plantvermeerdering hebben we ook aandacht gewezen aan de bodem. De bodemgezondheid. Zij hebben zelf gevraagd om hun eigen bodems te brengen en ze hebben het gebracht. En zij mochten zelf een analyse doen op basis van hoe wij onderzoek visueel bekijken. En zij hebben ook gezien van waarom het belangrijk is om elke keer organisch materiaal in je bodem toe te passen, zodat je bodem altijd gezond blijft. Silene Frans, directeur bureau FITS, zegt dat het belangrijk is dat er niet alleen tijd en energie wordt gestopt in kennis vergaren, maar dat er ook aandacht wordt besteed hoe deze kennis in de praktijk te gebruiken. Want het uiteindelijk doel is het zien van resultaten. Met zo'n training hebben wij er geloof in dat dit doel, dat de FITS samen met CELOS heeft vastgesteld voor de participanten van Donderskamp, dat we dat hebben gehaald. En we kijken dus uit naar het verdere traject, de begeleiding die nog gegeven zal worden, dat is toegezegd. Verder heb ik net begrepen dat jullie met een pakket naar huis gaan, geen pakketje, maar een pakket. Om datgene dat jullie al hebben gezegd te willen doen, om dit duwtje te geven. En ik wil dus meegeven aan de participanten dat jullie dat zeker ter harte moeten nemen. Er zijn vele andere dorpen, 54 dorpen in Suriname, en die behoefte is heel groot. Jullie hebben dat dit keer kunnen krijgen, meekrijgen. En laat jullie ook zien dat het niet een verloren investering is. Martina Bronne, participant van de Agroforestry Training, geeft aan dat ze veel heeft kunnen halen uit de 9 dagen durende training. Ze is vastberaden om de opgedane kennis te gebruiken tijdens het planten. Ik ga eerst die plantjes maken, mijn taak is wat ik heb genomen, is om cassava plantjes in mini stuk te maken. Dus dat ga ik eerst doen. Dan ga ik het verder overdragen aan de gemeenschap. Binnen deze training die gisteren is afgesloten, hebben de participanten ook veldbezoeken gebracht aan agroforestryvelden van CELOS. De training is gefinancierd door de Wereldvoedselorganisatie FAO.